De familie Langehorst ligt al 2,5 jaar in de clinch met de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt welke aanpassingen in huis nodig zijn voor de 5-jarige, lichamelijk en geestelijk gehandicapte dochter Lian. Maar de afhandeling verloopt uit de stroef. En dat heeft volgens de familie te maken met op het oog een kleinigheidje, de deurposten. Ik zal eens meten. Deze deur, en die kan echt niet verder open, meet ik 78. 78 centimeter. Ze komt er met heel veel moeite komt ze met haar rolstoel door de deur. De rolstoel is 74 centimeter, dus je houdt een klein beetje ruimte aan beide kanten. Maar het is voornamelijk boom, boom, boom tegen de deurpost aan, links, rechts, links, rechts. En als het na 3 pogingen niet lukt, dan maakt ze rechtsomkeer en gaat ze terug. Die doorgang moet dus groter. En dat hoeft niet volgens het onderzoek. De gemeente Midden-Drenthe heeft het onderzoek 2,5 jaar geleden laten uitvoeren. Op dat moment was Lian nog een stuk kleiner. Inmiddels is de situatie dan ook veranderd. We zijn een aantal keren op gesprek geweest, hebben een gesprek aangevraagd. Uiteindelijk zelfs bij de betreffende wethouder. Ook die hebben gevraagd, kom alsjeblieft nog een keer meten. Maar nee, het is niet gelukt. Waar wij inmiddels in kader van de juridische procedure waar meneer Langehorst nu mee bezig is achterkomen, is dat er recentelijk sprake geweest is van een nieuwe rolstoel voor het betreffende kind. Dat heeft mogelijk consequenties voor de breedte van de deuren in hun woning. En ik wil graag hier ter plekke voor de camera zeggen dat wij maandag met de familie contact gaan opnemen om te kijken of we dit probleem op een praktische manier uit de wereld kunnen helpen. Het gaat om vrijwel alle deuren. Alle deuren hier op de benedenverdieping, daar gaat Lian doorheen of moet ze doorheen. Komt het goed? Ik schat een van wel. Ik zal er mijn best voor doen in ieder geval. Maar ruzie of geen ruzie tussen de familie en de gemeente, voor de kleine Lian lijkt alles nu goed te komen.